wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody... Hoi en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaat mijn video over een budget DIY die ik echt geweldig vind. En goedkoop is en nadat hij klaar is er ongelooflijk super leuk uitziet. Het is echt super goedkoop, super makkelijk en als je het eenmaal hebt gemaakt ziet het er echt, echt heel erg duur uit. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Je hebt er echt maar een paar euro voor nodig en maar echt high fashionable. En awesomely uit. Ga jij deze DIY een keertje maken? Vergeet mij dan niet te taggen op Instagram of op Twitter. Whatever. Maar kom maar even. Wat jij gewoon leuk vindt. Ik wil het zien. Ik wil het weten. Dus maak even een foto en tag me. Dus zorg dat je deelt, like enzovoort enzovoort. Laten we dan maar snel beginnen. Wat je nodig hebt voor mijn DIY zijn lege blikjes, een schaar. En verder heb je nog wat doekjes nodig om ze schoon te poetsen. Nepbloemen, die van mij heb ik gekocht bij de Action, ook niet echt al te duur. En dat is het. Probeer een dubbele laag verf aan te brengen voor extra stevigheid. Laat het wel eventjes drogen, zodat je de tweede laag er goed op kan spuiten. Dan zie je hier het resultaat. Ik spuit er nog één laag op, zodat het extra goed blijft plakken. Zoals je kan zien heeft het een hele mooie goudroze kleur. En ja, ik ging voor goudroze, maar voel je vrij om de kleur te kiezen die jij leuk vindt. Je kan wit kiezen, je kan blauw kiezen. Doe wat jou gelukkig maakt. Nadat ze gedroogd zijn, probeer ik de bloemen af te knippen. Ik heb het met een schaar gedaan. Het ging nogal onhandig. Je moet ze wel even een knik geven, willen ze meeveren. Maar uiteindelijk is het me wel gelukt. Dus dat is mooi. Let wel op, je schaar wordt wel echt heel erg bot. De wat grotere bloem die ik hier probeer door te knippen is echt heel erg stevig van structuur. Dus het lukte me niet echt om hem meteen door midden te krijgen. Maar uiteindelijk is het me geluk. Nu zie je dat ik dus kleine stukjes bloemen heb. Die passen nu precies in mijn zelfgemaakte vaas. Hier weer ga ik al mijn bloemetjes heel netjes stijlen in mijn zelfgemaakte vaasjes zijn heel klein. Ik heb ook drie verschillende lengtes aangehouden, omdat ik dat toch weer een wat speelsere look vind hebben. Pas wel op, het moet echt goed droog zijn wanneer je bloemetjes erin doet, want anders laat de verf los. En dit is dan de totale look van mijn DIY. Oké, dit is alweer het einde van mijn video. Ik had het je gezegd, het is mega goedkoop. En het is mega simpel om te maken en het heeft een zo dure en luxe uitstraling dat je echt verwacht in een high-end boutique of zo, whatever. Terwijl je het echt gewoon heel erg creabea zelf hebt gemaakt. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. En als je dan toch bezig bent, vergeet dan niet het belletje mee te nemen. En dan zou ik zeggen tot mijn volgende video.